Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Tomb Raider hier op Vaco Games. De vorige keer waren we heel dicht bij Matthias en bij Sam. Alleen, die zijn op een of andere magische manier verdwenen. Dus ik denk dat we er maar weer achteraan gaan, hè. Voor de zoveel miljardste keer. Ik word er ondertussen wel een beetje moe van, hoor. Om de hele tijd achter Sam aan te hollen. Maar ja, het is mijn vriendin, weet je wel. Dus laten we het maar doen. We gaan weer naar boven komen. Daar zo te zien. En klink. Hup. Nee, niet in... Lara! Niet in de lava springen, dat is dom. Dat is niet goed. Je bent toch geen stuk kibbeling die in het frituurvet gaat. Gewoon even normaal doen. Zo, klink, daar naar boven. Zo, en normaal doen. Doe maar gewoon klimmen zo. Dat heb ik liever. En dan gaan we daarheen. En dan moet je gewoon even goed springen, meid. Zo. Precies zoals het hoort. Ah, Emmes. Got it. Got it, got it, got it. En nu? Die kant? En dan via hier misschien. Hoe de fuck gaan we dit nou weer doen? Oh, via links. Hup! Ik voel me echt zo'n bergbeklimmer ondertussen. Geen Tomb Raider meer, maar... Mountain Climber hadden ze dit spel moeten noemen. Dan gaan we via hier. Dit paleis kan echt wel een likje verf gebruiken ondertussen. Wacht, daar moet hij helemaal niet tegenaan. Hij moet tegen die poort. Hij moet tegen de poort, Lara. Dus die kant op. En een beetje scheef. Kom. Even mikken. Hij moet... Nou, kom op. Hij moet die kant op. Hij moet niet daar. Hoe gaan we dat nou weer doen? Zo dan. Voor de poort. Hey, nice. Hij werkt. En dan gaan we... Ja, waarom stort die hele zooi hier in? Himiko, het is niet handig om hier storm te laten komen als je daardoor je halve paleis in laat storten. Misschien moet je dan even kappen met je stormen. Laat het regenen of zo, maar doe niet die storm de hele tijd. Zo. Hup. En go. Uh-oh. 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 Zooi stort in. Ik wil weg hier. Alsjeblieft, laat me naar huis. Ik ben net zat, dit eiland. Ja, laat ze het proberen. Laat ze het proberen. Ze krijgen gewoon een paar kogels voor hun bakkes. Op, Lara, doorlopen. Doorlopen, Lara. Dit schiet niet op. Wat een pokkenweer, man. Oh, ja, hebben ze. Er blijft weinig van over van dit paleis op deze manier. Kom hier naar boven. Ja, dat kan. 1, 2 en hop. Zo, got it. Dit is zo chill. Zo ontzettend chill om hier te zijn. Het is hier echt gezellig. Ik wil hier zo graag zijn. Olé. Uh-oh. What the frick. Dan gaat wel het hele bergwand instorten. Dat is wel handig, dan kan ik hem daar aan vastmaken. Hup. En blijf vasthouden, hè, Lara. Zo. En got it. En nu, naar beneden. Ja, yes. Oh, blijf hangen. Blijf hangen, alsjeblieft. Oh, hier, Miko. Ik kom even langs. Mag wel hem. Het zou vet chill zijn, Himiko, als jij die stormen even liet kappen. Nieuw kamp ontdekt. Ja, ik ga hier even lekker kamperen. Goed plan, man. Het is dat ik hem op moet slaan. Anders had ik het niet gedaan. Hier nog kogeltjes. Allemaal nog meenemen. Ik zit alleen maar vol, gelukkig. Zult mij weer zo sjouwen, hè? Ja, hebbes. Kom, Lara, naar boven. Oh, hier. Over de zijkant. Of niet? Ja, toch? Ja. En dan hier verder naar boven. Er zit er wel zo'n klimmuur. Hou vol hoor, Sam. Ik kom je redden. Ik kom je echt redden, Sam. Het duurt misschien even, hè. Misschien zal ik het niet overleven. Maar ik doe mijn best. Je kan in ieder geval niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb, Sam. Holy freaking shit, hé. Ja. Got it. Hopelijk hebben ze nog garantie op dit huis, want dit schiet niet echt op zo. Alles start hierin. Ja.
Got it. En verder. Staan we al hoog? Volgens mij wel, hè. Behoorlijk hoog ondertussen. Fucked up shit hier. Oh, hoi. Oh, koningen. Hé, hier Mikko, Matti. Anders blijf je even van Sam af. Oh, hoi. Oké, die heeft ook niet echt de dag. Kom, schiet er een pijl in. That doesn't work. Ja, lijkt me een goed plan, Lara. Laten we zo heel als de wielen weer gaan Sam gaan redden. Matthias, je crazy son of a bitch. Vind je dit relaxed of zo? Ik niet echt. Even maar gauw mijn geweer pakken. Want ik dacht al, er komen gasten aan. Kan als niet anders. Waar zit je? Daar. Auw, hey. Niet met z'n zessen tegelijk. Dat is toch niet eerlijk. Moet wel een eerlijke weg blijven, jongens. Komen er nog gasten van achteren? Zo niet. Dan ga ik nu pijlen schieten. Kom dan. Doe boem. Dat is één minder. Dat is twee minder. Hop, waar zit die gast dan? Er zit hier ergens eentje met een machinegeweer, maar ik weet niet waar. Waar zit je, Mattie? Ben jij dat? Zo ja, dan ben je nu dood. Als ik ergens een hekel aan heb, zijn die gasten met een machinegeweer waarvan ik niet weet waar ze zitten. Doe is niet zo vervelend. En doe gewoon even niet naar die koningin luisteren. Die koningin die doet me wat. De koningin is dood, weet je nog? En geen dynamiet! Dat had ik er nou over gezegd. Holy shit, al die gasten zeg. Oh, nee, niet doen. Niet boom. Oh, hoi. Zit jij er nog? Vervelen jou. Kijk, dit zit er dus weer ergens eentje met een machinegeweer. Ben jij, hè? Ja, dat dacht ik al. Jij zag er wel uit als zo'n vervelend gastje met een machinegeweer. Hebben we nog pijlen? Pijlen. Wapenaanpassing beschikbaar. Ja, lekker op tijd, jongens. Pijlen zijn vol. Hier kunnen we niet door. Uh-oh. Probleem. Ik heb geen zin om... Nee! Niet wegwaaien, niet nu. Weg een blaadje. Oh shit, stormwacht. Dag stormwacht. Himiko is echt wel iemand die graag de eigen soldaten omlegt. Wat ik niet zo heel erg slim vind. Himiko uit de storm. Ah, was je maar uit de storm. Ah, splash. Oh, dat is er weer een minder. Waar zijn ze nou allemaal? Je zit hier achter, hè? Weer een met een machinegeweer. Hou nou eens op met die dingen. Gebruik ik een machinegeweer? Nee, toch? Kom op. Even dood. Niet achter zo'n ding gaan zitten, dat vind ik oneerlijk. Doe ik ook niet. Zo. Kom maar. Er zijn er nog maar een paar over, de rest staat in de fik. Alleen die gozer met dat machinegeweer staat er nog heel vervelend te doen. Mijn pijlen verzamelen. Oh, jij bent er ook nog. Waarom ga jij niet dood, vriend? Wij hadden een afspraak dat jij dood zou gaan op het moment dat ik een pijl in jouw hoofd schoot. Weet je nog? Dat was de afspraak. En ik verwacht dat je je daaraan houdt. Oh shit. Uh-oh. Lekker voor je. Lekker pijl in je voet, jongen. En eentje in je achternek. Hoppa. Die gasten met die schilden. Ze zijn leuk, maar niet als je ze in close quarters tegenkomt. Dan zijn ze echt fucked up irritant. Ze zitten weer even met een pistool, hoor. En weer heb ik geen idee waar. Daar zo. Himiko, die heeft ook een lekker dagje vandaag.
Matthias, doe eens kappen met die bullshit. Het werkt niet. Matthias, please. Doe niet. Hou alsjeblieft op met die onzin. Oh. Vaco Gamers, ik denk dat ik hier een eind aan ga breien. Himiko die heeft de dag niet echt, dus ik denk dat ik die lekker even een dagje laat chillen. Morgen, waarschijnlijk, denk ik, de allerlaatste aflevering van Tomb Raider. Dus, ene laatste kans om lekker die groene duimpjes te spammen op deze serie. Vergeet ook niet om te abonneren op Vaco Games als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie morgen bij waarschijnlijk de allerlaatste aflevering van Tomb Raider hier op Vaco Games. Mazzel!